dat u niet met vakantie bent. U kijkt dus nog gewoon lekker televisie, lekker Focus TV. Een nieuwe aflevering van Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. Met ook deze week weer de Zaken Zep. Onze camera was aanwezig bij business meeting points, business clubs en dat soort zaken. We gaan innoveren met Martin Stor, onze directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. We hebben geen business agenda, want we zitten midden in de zomer en gewoon geen business bijeenkomsten. Dat komt straks na de vakantie weer. Maar we hebben nog wel de adviestip van Bonze Reuling accountants en belastingadviseurs. We hebben natuurlijk ook weer iemand aan tafel zitten, in dit geval Sander Berendsen. Sander, fijn dat je er bent. Ja. Jij bent directeur van SB Supplies. Ja, klopt. Hoe ben je begonnen met dat bedrijf? Want volgens mij ben jij nog niet zo lang geleden begonnen. Nee, klopt. Ik ben 1,5 jaar geleden gestart met SB Supply. Ja. Ik was toen 16,5. En toen is het webshop gebeuren, e-commerce is op mijn pad gekomen. Ja. Daar ben ik. Maar als schijntje begonnen? Gedeeltelijk wel. Het was zeker niet met de insteek dat ik op dit moment al zo ver zou zijn. Mm-hmm. En het was ook niet de insteek dat het gewoon eigenlijk een baan op zich zou worden. En dat het al zo groot zou worden. Hoe het nu staat, praten we dadelijk even over. Ja. Maar even over die begintijd. Hoe kwam dat dan? Je was 16 en je denkt van, misschien valt hij een paar centimeter verdienen. Laat ik eens wat op internet zeggen. Ja, het was meer een beetje als bijbaantje. Ik werkte gewoon zelf in een elektronica winkel. Ja? Dus je was er ook wel handig mee? Ik vond elektronica wel leuk. Toen kwam het idee, e-commerce kwam op. Het hele webshop gebeuren. En dat leek me gewoon ontzettend interessant. Ja. En toen dacht ik, waarom zou dus niet alleen verkopen in die winkel, maar ook via internet? Ja, ik zag daar heel veel kansen in. Ja. En ik vond het zelf wel heel leuk qua technieken die er waren. Waarmee je mensen dus op het internet kan laten kopen. Mm-hmm. En technieken die er zijn die het makkelijker maakt om te kopen. Maar ook de consument kan verleiden om te kopen. Dat vond ik wel, ook dat proces erachter, dat interesseert mij heel erg. En dat is er gewoon ook heel leuk aan. Als je ziet hoe mensen op die site bezig zijn. Want dat hele proces is toch ook marketing, of niet? Ja, er zit heel veel marketing bij. Maar er zit natuurlijk ook een hele gedachtegang aan. Hoe komt een klant op je site? Ja. Heeft dat ook weer te maken met het product wat je dan verkoopt? Want wat verkoop je eigenlijk? Dat zijn Apple accessoires. Alles rond Apple. Ja? Dus waarom? Omdat ik zelf Apple een heel leuk merk vond. Ook al toen het wat minder nog bekend was. Want nou is het natuurlijk het grootste bedrijf ter wereld. Maar toen het nog minder bekend was en ook minder hip, toen vond ik al de producten wel heel leuk en interessant. En gewoon heel mooi qua design. Want het design, dat is het gewoon eigenlijk. Ja. En natuurlijk een prachtig systeem, hoe het werkt. Dus je vond Apple leuk. Je dacht, ik ga de producten rondom Apple verkopen via een webshop. Ja. Je bent dat begonnen en ineens ging het lopen. Ja. Sowieso is het wel begonnen. Maar kwam je niet tegen problemen aan? Want op een gegeven moment, je krijgt bestellingen. En die mensen die zitten, ergens in een uiteinde van Nederland. En jij moet zorgen dat kleine pakketje daar komt. Ja. Hoe deed je dat dan? Ja, met de post toen nog. Of gewoon naar het postkantoor. Toen hadden we nog postkantoor in Nederland. Tegenwoordig niet meer. Maar daar ging ik gewoon naartoe. Toen is het gewoon aan het rollen gekomen. Ja. Ja. En nu heb je een distributiecentrum, zoals dat zo mooi heet. Ja. Zit die ook hier in de Achterhoek? Nee, want hier in de, helaas liep ik hier in de Achterhoek gewoon tegen problemen aan met de distributie. Mm-hmm. En dat, het grootste probleem was vooral de aanvoer en de uitvoer van producten elke dag. Want elke dag moeten er weer bestellingen weg. De dichtstbijzijnde hub bijvoorbeeld van DHL, die zit in Arnhem. Ja. Dus je hebt gewoon ik zit zelf in Ulft, dus dan heb je gewoon een rijkwijde die gewoon meer dan 40 kilometer is. En het was bij ons, wij waren de laatste pick-up van DHL in de Achterhoek. En die stond dus al een uur te wachten voor ons, voor het kantoor, Ja. En dat zijn gewoon problemen waar je hier tegenaan loopt, omdat je zit hier een beetje in een uithoek. En daarom hebben we dat verplaatst naar Rotterdam. Want daar heb je gewoon, daar heb je eigenlijk qua distributie zit je daar gewoon geweldig. Ja. En dan ook een uithoek, als ik zie waar je nu zaken mee doet, dus ook Duitsland, dus ook België, dan is de Achterhoek toch redelijk centraal. Ja, nee, zeker naar Duitsland zeker. Maar België ligt ook bij Rotterdam, ligt dat ook gewoon beter. En de verbinding tussen Rotterdam, Antwerpen, dat is gewoon perfect. Dus in België kunnen wij ook gewoon de volgende dag leveren. Ja.
Duitsland was vanuit hier ook, omdat van Duitsland moet het, of van Ulf moest het toch eerst weer naar Arnhem. Van Arnhem ging het naar, ja, naar Düsseldorf of naar Keulen. En dan duurde het toch meestal ook nog wel 1 of 2 dagen. Maar België kunnen nou ook binnen een dag nu leveren. Gaat het goed. Ja, nu gaat het goed. Ja. En hoe snel krijgen ze dan het product? Ja, binnen 24 uur. Binnen 24 uur? Ja. We praten zo meteen verder, want je website, ja, van SB Supply, hebben we hier op staan natuurlijk. Klopt. Natuurlijk via een iPad met een, ja, mooi statiefje. Ja. Daar hebben we dadelijk allemaal nog over. Maar we gaan even kijken samen naar de business meeting points in onze eigen regio. Dat doen we via de Zakenzap. Ruimte om te groeien. Dat was de kreet die dinsdagmiddag veelvuldig viel bij de officiële ingebruikname van A18 Bedrijvenpark bij Wil. Jarenlang is gesproken over een plek waar bedrijven kunnen groeien. Met de ingebruikname van de bedrijventrein aan de A18 is deze wens van de gemeente Doetinchem, Montferland en Bronckhorst in vervulling gegaan. Deze middag sloeg Esbro BV de eerste paal voor haar nieuwe onderkomen op A18 Bedrijvenpark. Veevoerbedrijf 4Farmers uit Lochem mag van de Europese Commissie de Britse concurrent BOCM Pals overnemen. De Europese Commissie moest oordelen omdat het niet wil dat een bedrijf het monopolie op een markt krijgt. 4Farmers bevoorraadt nu circa 10.000 boeren vanuit 10 locaties in Duitsland en Nederland. Door de overname ontstaat een bedrijf met 2500 werknemers en een omzet van 6,6 miljard per jaar. De geur van papier- en kartonfabrieken in Eerbeek vormt een obstakel bij de nieuwbouw in het centrum van die plaats. Bij de herontwikkeling van het centrum stuitten de betrokken instanties eerder dit jaar op de geurkwestie die onder meer veroorzaakt door papier- en kartonfabriek Meijer Melnhof. De geur staat woningbouw voorlopig in de weg. Om de bouw in het centrum toch mogelijk te maken, moet worden onderbouwd dat de geuroverlast geen invloed heeft op een goed leefklimaat voor bewoners. Arnhemmer Rick Zweringa wordt de nieuwe directeur van Regio Achterhoek, het overkoepelende orgaan van de 8 Achterhoekse gemeenten. De 33-jarige Zweringa, die al sinds 2008 werkzaam is bij de organisatie, volgt hiermee Jan Bart Wilschut op. Zweringa is al geruime tijd nauw betrokken bij het project Agenda 2020 en was tevens de rechterhand van Wilschut die in april dit jaar zijn vertrek aankondigde. Bistro de Olly Mulle in Borculo heeft het op 1 na mooiste terras van Nederland, volgens de verkiezing van het vakblad Mis het Horeca. De Olly Mulle moet enkel restaurant Eemlust in Baren voor zich dulden, zo werd maandag bekendgemaakt via de 5e Mis het Horeca terras top 100. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 was klein volgens uitgever Mis het, die de verkiezing jaarlijks organiseert. Misschien heeft u zelf wel gezien bij een van die business meeting points waar onze camera aanwezig was. Dat was de Zakenzap, volgende keer natuurlijk weer. Maar we gaan nu innoveren in de Achterhoek, doen we samen met Martin Stor. Martin, wat heb je deze week voor ons? Ja, Twan, jij kondigt al aan, een prachtig weer, zonnig weer. En ik kom dan ook met een zonnig stukje innovatienieuws. Zonder de zon doet deze innovatie het namelijk niet. Een door zonne-energie aangedreven motorboot die mee gaat doen aan de race, de Solar Challenge. En die is al, volgende week begint die al. En dit is de, ja, noemen we het de Achterhoekse inzending. Liandon, grote sponsor. Ze hebben de boten ook Lianzon gedoopt. En ja, Jurian die belde me van de week op. Hij zei, Martin, wil je de tewaterlating meemaken? Dan moet je nu even komen. Dus nou, ik had toevallig tijd, dus ik spring in de auto. Neem mijn eigen cameraatje mee, een klein dingetje. En ik heb wat shots gemaakt. Dus het is een beetje een home video niveau. Maar ik denk toch dat het leuk is om even te zien. En ja, het is denk ik een prachtig stuk innovatie. Van zonne-energie aangedreven. En dan komt er echt op aan. Een sterke boot maken, moet licht zijn, moet goed lopen. Ik denk dat ze een geweldige kans maken. En ja, het mooie is met raceboten. Je ontwikkelt technologie. En ja, dat zie je dan ook Q-Concept van Jurian Rademaker. Die zie je die technologie nu alweer toepassen in andere projecten. Mag ik natuurlijk niet noemen waar het om gaat, dat is geheim. Maar je ziet dat het voordeel van dit soort racen is dat je op het randje van de technologie gaat zitten. En vervolgens kun je die kennis die je daarmee verzamelt prima gebruiken bij de gewone industrieopdrachten. Kijk maar even met me mee. Ja, zet een kratje voor hem. Een knopje. Zo, zelf denk ik. Nog meer zware dingen? Of, ja, één kratje, anders pakken we er nog één.
Ja, en wat natuurlijk erg leuk is, ook landelijke centers zoals RTL 7, die besteden daar aandacht aan. Dus als je er meer over wil weten, dan kun je soms ook even overschakelen naar RTL 7. Kijk op mijn weblog als je daar meer over wil weten. Welkom terug bij Business Update, het programma over bedrijven en ondernemers. En aan tafel een ondernemer, een jonge ondernemer, Sander Berendsen uit Ulft van SB Supply. Met een mooi nieuw bedrijf, vooral op internet, een mooie webshop. Mm-hmm. Je kunt hem hier zien. Wat is nou eigenlijk de nieuwe formule van deze webshop? Ja, het is een heel nieuw design en ook een nieuwe manier van winkelen, vooral snel winkelen. En vooral gemak voor de klant. Mm-hmm. Want dat wordt wel, toch wel steeds belangrijker, want de klant heeft steeds minder tijd. De klant wil sneller afrekenen en zonder te veel moeilijkheden. En ja, dat kun je heel mooi zien aan de opzet van de shop. Het is heel duidelijk voor de klant onze producten. Als je op onze homepage komt, het vertrouwen aan de klant dat wij geven door alle contactgegevens duidelijk in zicht te houden tijdens ook het betaalproces en het bestelproces. Verzin jij dat zelf? Gedeeltelijk, maar er zit wel een heel team achter van 6-7 specialisten die gewoon ook continu met deze site bezig zijn. Oké, huur jij die in of zijn die bij jou in dienst? Nee, die huur ik in, want zulke mensen zijn gewoon heel moeilijk te krijgen en vooral in deze tijd. Als het gewoon, het is ontzettend booming, e-commerce. Dus om goede mensen te krijgen en ook specialisten. Want één die weet wat van het design af, de andere weet waar moet het staan. Yeah. Dat is gewoon ontzettend moeilijk en die mensen zijn ook ontzettend duur. Omdat er gewoon ontzettend discrapt op die markt. Yeah. Dus ja, je kan bijna, als je echt één specialist, dan kun je misschien één specialist in dienst nemen. Maar ja, die weet alleen maar iets van de plek af. Ja, ja. Daar heb je ook nog steeds niet. Wat ik ook wel boeiend vind, je zegt, de klant wil dit, de klant heeft weinig tijd, de klant. Dus je kent jouw klant. In die zin, misschien niet persoonlijk, nee. maar wel hoe die wat denkt. Voor soort type dat is. Ja, nee, natuurlijk. Is er een bepaald type iemand die Apple spullen kocht? Ja, maar ook over het algemeen is dat gewoon webshop in Nederland heeft gewoon steeds minder tijd. En daarom heeft de webshop, zeg maar, om naar de winkel, naar de gewone fysieke winkel te gaan, daar heb je veel tijd voor nodig en dat hebben mensen niet. Als mensen om 5 uur thuis komen van het kantoor, dan gaan ze eten. En na 7 uur, 8 uur gaan ze op met de iPad op schoot of met de laptop op schoot, gaan ze naar een webshop toe. Ja. Dan gaat dus het hele verkoopproces aan de gang. Dat begint bij ons op de homepage. Je komt bij ons op de homepage. De contactgegevens staan dus duidelijk in beeld. Ja. Maar ook het thuiswinkel Waarborg waar wij zijn aangesloten. Wat is ook alweer de website? SBSupply.nl. SBSupply.nl? Ja, okay. SBSupply.nl. We zijn dus aangesloten bij thuiswinkel Waarborg. Dat geeft dus de klant heel veel vertrouwen, maar ook zekerheid. Dus als er iets misgaat, dan kun je naar de klachtencommissie stappen, die onafhankelijk is. Maar alle rechten zijn ook gewaarborgd. En zeker dat je altijd je producten krijgt. Want is nou ook gewoon een wildgroei van webshops. Dus ja, zekerheid, dat is bij de klant ook gewoon heel fijn. Ja. Je komt op de webshop, je kan eventueel zoeken via de uitgebreide zoekfunctie. Maar we gaan bijvoorbeeld dit product willen bekijken. Dan kan een klant ook al direct bestellen als hij al weet wat hij wil hebben. Mm-hmm. Dan kom je dus duidelijk op de productpagina. Dat is heel mooi. Ja, de social integration zit er natuurlijk al in voor social media. Dus je kan direct delen, want het zijn toch producten. Mensen zijn er trots op. Dus die willen direct op Twitter zetten. Nou, dat is alleen maar weer gratis marketing voor ons. De klant kan precies zien hoeveel er op voorraad liggen. Kan ook direct bestellen. Dus dat is heel mooi. Video's kan die bekijken over het product. Dus dan zie je ook, hoe kun je het gebruiken? Dat is ook, dat hebben ook vrij weinig shops. Ontzettend veel foto's voegen wij toe. Dus je kan precies zien, hoe kun je het gebruiken? Hoe ziet het eruit in de kleinste hoekjes? Je kan het eventueel, kun je het nog groter maken? En weer uitzoomen. Nou, dat zijn allemaal opties wie erin zitten. En vervolgens druk je dus gewoon in de winkelmand. Ja. Voor jou is dit natuurlijk ook gesneden koek. Verbaast het je dat er zoveel winkeliers zijn die zo weinig doen met webshops? Ja, dat verbaast mij zeker. Want het is voor in 2011 was het 9 miljard wat er is verdiend op het internet. En dat gaat alleen maar groeien. Oké, daar praten we zo dadelijk nog eventjes verder over. We gaan even naar de adviestip van Bons & Reurling, accountants en belastingadviseurs. Eind vorige maand is door de Eerste Kamer eindelijk het nieuwe BV-recht aangenomen. Vanaf 1 oktober 2012 kunt u een flex-BV oprichten. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van het huidige BV-recht. Zo kunt u al met 1 eurocent een BV oprichten in plaats van de 18.000 euro aandelenkapitaal die nu nodig is. Ook vervallen
talloze accountantsverklaringen die nu noodzakelijk zijn op het moment dat u goederen inbrengt in plaats van geld in uw BV. Ook kent de FlexBV meer mogelijkheden om een flexibele winstverdeling en stemrechtverhouding tussen aandeelhouders onderling af te spreken. Toch zijn er ook wat nadelen aan het nieuwe BV-recht. Zo moet het bestuur vanaf 1 oktober 2012 toestemming geven voor het uitkeren van dividend. Geeft het bestuur deze toestemming ten onrechte, dan is hij aansprakelijk voor het tekort wat hierdoor ontstaat. In dat kader is het verstandig om als bestuurder vanaf 1 oktober 2012 bijvoorbeeld een accountant te vragen om te beoordelen of een dividenduitkering wel of niet gedaan kan worden. Ook kan ik mij voorstellen dat BV's waarin verschillende bestuurders en aandeelhouders zitten, er eerder conflicten kunnen ontstaan of er wel of niet toestemming gegeven gaat worden voor het uitkeren van dividend. Indien u deze heisa niet wilt, dan kunt u overwegen om van uw BV een NV te maken. Het is niet noodzakelijk om vanaf 1 oktober 2012 de statuten van uw huidige BV te veranderen. Toch kan het verstandig zijn om eens samen met uw fiscalist en notaris te kijken of een nieuwe BV-recht ook voor u meer mogelijkheden biedt. U kunt hiertoe contact met ons opnemen. Ik verwijs u hiervoor graag naar onze website www.bonsenreuling.nl. Aan tafel bij Business Update nog steeds Sander Berendsen van SB Supply. Sander, we hadden het voor de break al eventjes over je website en over de webshop. Als mensen nu dat product zeg maar aanklikken omdat ze daar interesse in hebben, krijgen ze deze producten ook te zien. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is een marketingtechniek, cross-selling heet dat. Ja? Dat is gebaseerd op het product. Nou, dit is bijvoorbeeld een hoevenbar van 12 zout. Dat is een verstelbare arm voor de iPad. Wij weten want wij meten ontzettend veel aan de site. Dat is ons grootste gegeven en dat is heel mooi aan e-commerce. Welke producten er vaak bij worden besteld? Je bedoelt door het klikken heb jij informatie? Ja. Dat slaan we allemaal op. Niet de persoonsgegevens, maar dat is gewoon allemaal anoniem. Maar dat gebruiken wij om het verkoopproces te verbeteren. Ja. En wij weten dus dat deze mensen die dit product in het winkelwagentje, in de winkelmand bij ons stoppen, interesse hebben in deze producten. Dus die laten wij zien. En in de hoop natuurlijk dat mensen hier ook nog op bestel klikken en dat deze in de winkelmand gaat. Dus dat hebben ze ook. Dat vind ik ook interessant. Ja. Koop ik er ook nog even bij. Ja, die insteek wat je zeg maar normaal bij de fysieke kassa hebt. Ja. Die producten die er daarbij staan. Alleen maar wij kunnen daarin sturen. Wij kunnen dus voor elke klant een ander product bij die kassa zetten. Ja. Dus als je normaal bij de supermarkt wat wil afrekenen, dat daar nog kauwgom of iets dergelijks bij staat. Precies. En dat doe je hier zeg maar via de website. Alleen maar dit is natuurlijk veel specifieker en beter. Ja. En vervolgens kan dus de klant snel afrekenen. En daar zijn wij, dat is in één stap kan de klant afrekenen. Dat is ook wel heel mooi. Want normaal moet je bij webshops bijvoorbeeld een account aanmaken. En dat hoeft bij ons niet. Want dan kunnen we misschien even omdraaien. Dat is wel mooi. Dat is dus de kassa. De klant kan daar eventueel een account aan maken, maar dat hoeft niet per se. Kan daar heel snel de gegevens invullen, kan de verzending selecteren en kan vervolgens via iDeal achteraf betalen, met Accepiro betalen of met creditcard, PayPal, alles is mogelijk. Ja. Dus dat is voor de klant ook gewoon heel belangrijk, dat je dat allemaal aanbiedt. Natuurlijk weer met de logos boven in beeld, dat je vertrouwelijk bent. En met alle betaalopties. En dat alles gewoon beveiligd via een beveiligde verbinding wordt verstuurd. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik sta ervan te kijken. Het is geweldig. Ja, het is een hele mooie geweldig techniek. Geweldig idee. Geweldig bedrijf. Geweldige ondernemer. Ik zeg het je maar eerlijk, want je bent ook nog weer genomineerd voor een award. Ja, klopt. Welke award was dat? Genomineerd was ik voor de Sprout 25 onder 25. Dat zijn de meest belovende ondernemers onder de 25 van Nederland in 2012. Sprout zeg je? Sprout, dat is een managementblad. Ja. Uitgegeven door MT Media Groep. En dat is eigenlijk het grootste ondernemersblad zeg maar, van Nederland. Ze doen dus één keer in het jaar houden ze een grote verkiezing onder jonge ondernemers. En dat is dus de Sprout 25 onder 25. Okay. En wanneer weten we of je ook gewonnen hebt? Ik heb helaas niet gewonnen. Daar is een Cravatta Pelliano mee vandoor gegaan. Dat is ook een start-up van vier ondernemers. Studenten ook gedeeltelijk. En die hebben een Italiaans kledingmerk opgezet. Okay.
Maar die zijn ook nog wel een stukje ouder dan ik ben. Maar volgens mij zijn er nog awards genoeg. Ja, nee, zeker. En je bent ook nog jong genoeg, dus er komt nog genoeg op je part. Maar wij moeten alweer afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor de komst naar de studio. Zeg nog één keer hoe mensen op deze website kunnen komen. Sbsupply.nl. Ja. Dus als ze dat intikken of in Google, dan komen ze direct op onze site. Oké. Zeg, bedankt voor de komst naar de studio. Graag Sander Berendsen van SB Supply staat hier aan tafel en misschien u wellicht de volgende keer. Kijk dan weer naar een aflevering van Business Update.